Wij staan hier aan de Doolhof en we kijken uit op de Bleek. Op heel korte termijn gaat het bruggetje verdwijnen. Ook het bruggetje bij de Van Kootweg, de Polkenspad daar, dat witte bruggetje. De bedoeling is om de vestingwerken te herstellen. Dus om het vestingkarakter weer naar boven te halen. Ja, en dan kun je denken van ja, de toegang is geblokkeerd nu. Er komen straks trekpontjes om trekpontjes zijn natuurlijk hartstikke leuk voor de toeristen en voor de kinderen. En vroeger was het ook zo dat de vrachtwagentjes van de Heus ook via de Doolhof helemaal om moesten rijden. En dan kwamen ze in de Landpoortstraat het stadje in. En zo wordt het eigenlijk weer gemaakt in de toekomst. Ravenstein was vroeger een eigen gemeente. En dat kun je ook zien aan het drielandenpunt bij Polkenspad, daar staat een grenspaaltje. En dat is een grenspaaltje van de gemeente Ravenstein, Diede en Huusseling. Dus ja, en ook daar komt dan het trekpontje. De bedoeling is om de vestingwerken zo te maken dat straks het nieuwe Vidireo heel mooi in het beeld past. Dus het ligt dan mooi achter het water. Misschien komt er een manshoge wal. En dat geeft echt het vestingkarakter weer. Die trekpontjes die zullen makkelijk toegankelijk zijn. Dus je hoeft niet erg veel kracht te gebruiken om straks de overkant te bereiken. Dus ook oude mensen en mensen die moeilijk ter been zijn, kunnen dat ook. Ik heb hier het plan. Ja, en hebben met verschillende partijen overleg gehad. Je ziet hier de historische vestingwerken, dus de 17e eeuwse vestingwerken. En daar had je ook helemaal geen bruggetjes. En als je het bruggetje weghaalt, heb je eigenlijk een heel mooi perspectief. Lange lijnen met de brug. Je kan ook gewoon, gewoon er doorheen varen. Je hoeft niet meer onder het bruggetje door. De bedoeling is om dus het vestingkarakter te verstevigen. En het een echte beleving te geven, ook voor de toeristen. We hebben een historische vestingstad. Het is altijd klein geweest, compact, knus. En door het bruggetje weg te halen, wordt het stadje toch weer een apart geheel. Kijk, aan deze kant staan we in Huusseling. En vroeger was Ravenstein een eigen gemeente. En zo wordt Ravenstein weer teruggebracht. Het is misschien ook in het verlengde daarvan leuk, nu dat de winkels weg zijn, om ook de auto's de stad uit te krijgen. Ik ga toevallig aanlopen. Ik denk, wat zijn jullie aan het doen? Oh ja, en, wat heb je dan gevonden? Nou, ik ben dus aan het oefenen voor Santiago de Compostela. Ja. En ik maak dus heel veel kilometers. En dan loop ik toevallig maandag. Nou, dat is toch stil. Ik loop dus maandag bij Van Kootweg. En op de hoek stonden allemaal dozen met papieren en boeken, dus ik was aan het snuffelen. Vind ik dus hier precies zelf. Ja, je hebt de nieuwste plannen te pakken. Dus waar komt dat vandaan dan? Nou ja, we hebben een ontwerp waarbij hier straks een trekpontje komt. Dus die bruggetjes die moeten eruit, die zijn eigenlijk verouderd en die worden gevaarlijk. Nee. En de bedoeling is om het vestingkarakter weer terug te brengen. En echt, want we staan hier in Huusseling, hè? Ja, ja, ja. En daar is Ravenstein. Ja. En het idee is om hier trekpontjes aan te brengen. Wel, eigenlijk ook wel min of meer een beetje een probleem. Al die mensen die hier wonen, die kunnen dus straks dadelijk of over dat pontje of helemaal omlopen. Ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Op 10 april hebben wij een rommelmarkt in de binnenstad. En dus al die toeschouwers die moeten gewoon netjes omlopen. Vroeger was dat ook zo. Die wagentjes van de Heus moesten ook allemaal omrijden. Okay. En weet je wat het is, Jan? Straks hoefde maar één tolpoortje te hebben. Want als ze bij jou binnenkomen en entree moeten betalen, hoefde niet overal je vrijwilligers neer te zetten. En waar komt dat vandaan? Welke hoed? Ja, van de Heemkundekring. Oh, okay. Ja, die hebben dat bedacht en die pontjes, of die pontjes die vervangen die bruggetjes, ook aan de Van Kootweg, omdat die gevaarlijk worden. Ook bij Van Kootweg? Ja. Oh, zie ik nou. Ja. Nou snap ik hem wel.
Want ik snapte het helemaal niet, maar het is hetzelfde. Dus dat is hetzelfde, ja, dat zie je wel. Trekpontjes. Er zijn meer gemeentes die dat doen, ja, hè? Ja, ja, maar jullie hebben dus niet verstandig mee vertrouwelijke informatie. Dat nee, ja. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat kan. Nee. Dat weet ik ook niet. Ja, ik ook niet. Ja. Dus, maar het is hartstikke leuk ook voor de toeristen straks en kinderen. En, ja. Ik denk dat de bevolking er niet zo leuk mee vindt. Ja. Er komt er een hoop opstand, denk ik. En wanneer gaat dat gebeuren? Ja, al heel snel, morgen. Morgen al? Ja, morgen wordt ze opgehaald, want ze zijn te gevaarlijk. En er is wel een vergunning aangevraagd en er heeft ergens ingestaan? Of, ja, volgens mij heb je dat gewoon kunnen lezen op internet. Ja, ik moet het zien. Die mensen moeten toch in opstand komen? Dat, ja, nou ja, dat zien we dan, morgen wel weer. Ja. Oké, nou, we gaan het zien. Ja, maar lijkt jou dat nou niet mooi? Want straks ook in de binnenstad en dan straks alle auto's eruit, weet je wel. Dat lijkt me fantastisch. Dan hebben we echt weer de vesting Ravenstein. Dat is gewoon voor een fantastische beleving. Ja, straks ook met Fidireo wordt eigenlijk... Dat wandelpad komt natuurlijk helemaal... Ja, dat komt helemaal buitenom zo te liggen. Ik snap het verhaal wel. Ja, oké. Dat het in één keer zo... Nou... Ik moet het nog allemaal zien vrijdag. Ja, nou ja, nou kom kijken, dat is hartstikke gezellig. Ik denk nog wel een hele hoop meer mensen. Ja, dat denk ik ook. Ja, wie weet. Ja, ja. Nou ja, dat zien we dan wel weer, Jan. Ja, oké. Ja. Nou ja, goed, dan hoor ik het wel. Oké, nou, dankjewel. Ja, tot ziens. Ja, nu de winkels uit het centrum zijn, straks het stadje ook nog autovrij wordt. Ja, dat wordt gewoon hartstikke gezellig. Ook voor de toeristen.